Waar staan we op dit moment, dames? Natuurlijk op Peertrein Lange Paal op Vlieland. En dit is een plek, ja, een camping natuurlijk, maar waarom komen mensen hierheen? Wat is er speciaal aan deze camping? Ik denk omdat er weinig voorzieningen zijn. Rust, grote tentplaatsen en midden in de natuur. En niet te groot en niet te veel. En geen vermaak. Geen vermaak en donker 's nachts, de sterrenhemel. We hanteren al jaren een motto voor het festival. Dat is aanschuiven, lief zijn voor elkaar, komt het allemaal goed. De mensen ontmoeten elkaar en vinden aansluiting. En ze voelen zich prettig hierbij. En dit jaar hebben we toch al gasten gekregen van Into the Great Wide Open, die buiten het seizoen om een weekend komen, ja. Om dat gevoel weer te ervaren. Ja. En de eerste ontmoeting is ook gelijk vaak goed. Mensen zijn met vakantie, ze zijn blij, leuk, heerlijk. Goed sfeertje, sfeer, ontspannen, ja. En daar wil je bij zijn. Dat vind ik het leuke ervan. En dan is het voetbalveld omgetoverd tot een festivalterrein op een picknickbankje. Creëren ze de mooiste tafels en lampenkappen en van alles kom je tegen dat ik denk van, nou, zo bijzonder, kan hier ook. En het is weer nieuw, het is verrassend. Jij een avond vrij, ik een avond vrij, dan ga ik wel los, ja. 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 Nou, nee, dansen. Waar? Waar kun je dansen? Op voetbalveld, op het festivalterrein. En de andere podia, dat vind ik meer luisteren en belevings. Voor mij is het echte Into the Great Wide Open van Vlieland. Dat is helemaal aan de westkant van Thailand. Maar ja, goed. Als je nou in het weekend nog echt Into the Great Wide Open bent, dan moet je eens even de westen fietsen.